Oké, nou, het beoordelingsframework dijkeninformatie. Ik vond deze, als het gaat om informatiekwaliteit, vond ik dit stripje erg... ik weet niet of die herkenbaar is voor jullie. De kwaliteit van data, en zeggen ze vaak bullshit in is bullshit out. En zeggen ze iets anders. Nou, daar gaat eigenlijk deze workshop over. En dan vrij, we proberen dat heel concreet te maken voor dijkeninformatie. Dus het gaat over het kunnen waarderen van informatiekwaliteit. Zodat je eigenlijk je beslissingen, als je beslissingen neemt, dat je goed op de hoogte bent wat de waarde is van jouw van je onderliggende informatie. En uiteindelijk is het doel natuurlijk om toe te werken naar optimaal inzicht, zodat je en je besluiten goed onderbouwd zijn, maar ook dat je economisch optimaal je beslissingen neemt. Ik zal heel kort een inleidende presentatie van waar komt eigenlijk... we gaan het hebben over een framework dat we hebben gemaakt. En ik geef kort een introductie waar dat framework een beetje vandaan komt. Wat is de achtergrond? Daarna zal Carolina de inhoudelijke toelichting geven over hoe zit het framework in elkaar. Gaan we gewoon het framework eigenlijk testen. Wij hebben een aantal cases, fictieve cases, voorbereid. En dan is dan jullie de taak eigenlijk om dat framework toe te passen op die cases. En ik wil afsluiten met een discussie over hoe je dit framework eigenlijk zou kunnen gebruiken tijdens je beoordeling. Bij het WBI. Dat is eigenlijk het in grote lijnen. Dus de inleidende presentatie. Nou, heel even, waar komt dit vandaan? Met Raymond, ikzelf, Carolina en Wouter Jan van Deltares vonden we elkaar een beetje als young professionals in eerste instantie. In onze verbazing dat we informatie niet voldoende gewaardeerd vonden binnen de sector. We zagen dat daar een aantal dingen beter in konden. We waren zelf betrokken bij het Flood Control Eikdijk programma, waar je ziet dat er heel veel meettechnieken zijn ontwikkeld, maar het vrij aanbod gestuurd eigenlijk was ontwikkeld. Maar aan de andere kant zag je daar zoveel zaken die enorm waardevol kunnen zijn voor het inzicht in dijken, die ook weer niet zijn plek vonden binnen de organisatie. Dus dat verbaasde ons. Een van de oorzaken die wij zagen was dus dat eigenlijk niet voldoende wordt gekeken naar je informatiekwaliteit die onder je besluiten hangt. En daar wilden we eigenlijk een oplossing voor maken. En we hadden hebben een pitch gegeven aan Erik Kraai, Roeland van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Roeland Allewijn van Rijkswaterstaat en Joost Bunsma van STOA, dat we daar iets aan wilden doen. En zij wilden wel meedoen. Dus we hebben een soort consortium met al deze partijen gemaakt om daar... dat we iets met onze ideeën mogen gaan doen. En we zijn bijna klaar, dus dat is ook een van de redenen dat we nieuwe sheets hadden gemaakt, dat we afgelopen vrijdag nog een intensieve dag hadden waar we weer wat aanscherpingen hadden gemaakt. Dus we moeten deze maand ons product opleveren. En op de inspectiedag waterkeringen, dan zullen we in een workshop ook ons definitieve product presenteren. En jullie krijgen al een voorproefje. Dit is een beetje onze tijdlijn die we geweest hebben. Dus we hadden vorig jaar bij de inspectiedag die pitch gehouden. En nu een jaar later zijn we eigenlijk waar een van onze producten dus het framework is. We hebben onder andere bij de Landelijke Beoordelingsdag een workshop gegeven. Ik weet niet wie van jullie waren daarbij aanwezig. Okay. 3, want dan gaat het gaat er een beetje op lijken wat we hier vanochtend gaan doen. Dus dan hebben jullie alvast wat voorinformatie. Het is wel ietsjes anders, dus benieuwd of jullie ook wat progressie zien in het product. Wat ik net zei, van in Flood Control Eikdijk heb je gezien dat er heel veel dingen meetbaar zijn aan dijken. Je hebt het over de pore pressure, de phreatische lijnen, deformatiemetingen met satellieten. Je kan enorm veel meten. Dat was geloof ik nog een van de eerste dingen die ik bij Rijkswaterstaat mocht doen in mijn eerste jaar. Was om contact op te nemen met Defensie. Omdat volgens mij Noorderzijlvest had een paar straaljagers over dijken laten, regionale keringen laten vliegen. En ze waren wel erg benieuwd wat voor informatie ze daarna uit ophaalden. Dus dat mocht ik toen achteraan. dat was interessant, maar dat kwam niet heel erg... het is meer dat soort dingen dan worden gedaan om te laten zien dat het waterschap erg hard bezig is om meer te weten. Maar dan dat je er echt meteen... heel waardevolle dingen uit zo'n meting vanuit een straaljager haalt. Maar in ieder geval, je kan enorm veel meten en wat kun je eigenlijk allemaal met die data?
Wat we ook al zien als je om je heen kijkt, big data, nou, jullie kennen ook alle buzzwords wel. Maar is eigenlijk de vraag van, welke rol speelt data bij onze waterkeringszorg? Zoals wij het zeiden, van, je kan het zien als nu onze zwakke schakel. Dat zie je ook een beetje aan, goedemorgen, aan zorgplicht, waar de nadruk is op aantoonbaar in controle. Nou, als het gaat om aantoonbaarheid, dan kom je automatisch heel veel bij data ook. Van hoe toon je aan dat je in controle bent? Hoe toon je aan dat je weet of je kering sterk genoeg is? Maar je kan het ook zien als de toekomst van onze waterveiligheid, waarin we veel meer vertrouwen op data. Of veel meer gebruik maken van data en dat veel meer gebruiken, dat inzicht ook om nog betere keringbeheerder te worden. En dat is voor ons het toekomstperspectief. Ik weet niet of jullie voor een deel in juli 2015, volgens mij Hubert-Jan de vorige keer refereerde ook al aan die, en Kin Sun, volgens mij beide in hun presentaties vorige week aan het onderzoek van het Informatiehuis Water over, hoe staat eigenlijk de informatievoorziening van waterkeringen erbij in Nederland bij de keringbeheerders. Ook wij hebben naar dat onderzoek gekeken. En dit vonden wij een opvallend plaatje. Want hier gaat het erom van in hoeverre is waterveiligheidsinformatie nou echt beschikbaar voor iedereen die daarmee moet werken. Nou, dat blijkt zeer diffuus te zijn. Volgens mij hebben we het vorige week ook al even stilgestaan bij die ondergronddata met name van... boringen en sonderingen, een van de meest dure metingen die je kan laten uitvoeren. Maar je ziet hoe er vervolgens die informatie weer beschikbaar is voor iedereen. Is dat toch wel, kan dat een stuk beter. Dus de vragen die we eigenlijk ons gesteld hebben van, kennen we de dijksterkte? In welke mate kennen we dat? Kunnen we rustig genoeg slapen? Mocht er een crisis voordoen, weten we voldoende over onze keringen? En wat daarvoor nodig was, was meer aandacht voor de informatiekwaliteit in onze ogen. Veel meer expliciete aandacht. Want we denken eigenlijk dat de toekomst van waterveiligheid niet zozeer zit in het volgen van leidraden en handleidingen. Maar dat je veel meer uit kan gaan van daadwerkelijke data, van daadwerkelijk inzicht in je kering. En daar heb je natuurlijk wel de kennis van je leidraden en handleidingen voor nodig. Maar wat ons betreft verschuift het wat meer naar theoretisch inzicht, naar daadwerkelijk inzicht. En dat was even de inleiding naar het framework. Zijn daar vragen over voor ons nog? Oké, dan ga ik door. Caroline zei het, we hadden gisteren nog even afgesproken dat ik de eerste twee slides zou doen van deze. Want we gaan het hebben expliciet over informatiekwaliteit. Maar net kwam ook al dat ik zei van informatiegebruik of informatiebeschikbaarheid is eigenlijk een randvoorwaarde voor je kwaliteit. En daar heb ik deze bij. I don't know how to do statistics, but it doesn't matter because I didn't have the data. Dat is een beetje het verhaal. Hè? Van, je kan de beoordelaars hier aanwezig, die kunnen... enorm goed getraind zijn, enorm veel kennis en ervaring hebben. Maar ja, als ze totaal helemaal geen data hebben, dan zijn ze ook niet volledig in hun kracht. En daar gaat dat een beetje over. Dus een randvoorwaarde voor ons om je informatiekwaliteit op orde te hebben, is ook dat je toegang hebt tot informatie. En daar hoort ook nog een stukje uit de visie informatiemanagement waterkeringen bij. Waarin we in de sector eigenlijk hebben afgesproken van waar we naartoe willen groeien. En die zeggen ook, hierin ligt steeds één zin daaruit, gaat over het consistent verrijken, uitbreiden en actualiseren. Daar heb ik een sterke link, want als je informatie beschikbaar hebt, zal ook de kwaliteit van die informatie toenemen. Want informatie dat meer gebruikt wordt, zal ook meer vragen oproepen, zal steeds worden uitgedaagd. Die kwaliteit wordt steeds uitgedaagd. Dus ook informatiegebruik is een soort mechanisme om je kwaliteit ook te vergroten. Hubert-Jan heeft ook wel stilgestaan bij wat data nou nu precies is. En de rol van data naar informatie. Maar deze willen we nog wel even uitlichten. De piramide, hoe heet die... DIKW-pyramide in de literatuur, geloof ik.
Dat gaat eigenlijk over de verhouding van hoe verhoudt kennis zich tot data en wijsheid, dat noemen ze zelfs. Data is eigenlijk alles wat je ziet, feiten, ongestructureerde observaties, signalen wordt het ook wel gedefinieerd. En zodra je die data eigenlijk gaat valideren, zoals Hubert Jan ook heeft aangegeven met die ISO-standaarden, dus eigenlijk van metadata voorziet, dan krijgt data waarde. En op dat moment noemen we het informatie. Dus ook het samenvoegen van data tot inzicht, dat is informatie. Nou, als je die informatie beschikbaar hebt en je kan dat gebruiken om besluiten te nemen, of je gebruikt het met kennis, dan heb je het over kennis. Kennis is eigenlijk, hoe noemen ze dat, geaccumuleerde informatie. Dus het vertalen van informatie naar echt bruikbare toepassing. Nou, en wijsheid, dat is een beetje het topje van de ijsberg. Wat ze daar nog vaak bedoelen is dat je bijvoorbeeld je kennis ook in andere domeinen weet in te zetten. Nou, ik heb het vertaald naar waterveiligheid, dat je kan zeggen van nou, mijn kennis die ik bij de beoordeling opdoe, dat ik die ook kan gebruiken bij mijn vergunningverlening. Of dat je, zodra je echt veel ervaring, dan kun je ook naar optimaal inzicht toewerken. Dan weet je van, ik moet mijn beoordeling, ik verwacht dat deze dijk wordt afgekeurd, dus ik verwacht dat ik een ontwerp moet maken. Dus ik hou misschien met mijn data-inwinning al een beetje rekening mee dat ik wat slimme nieuwe, wat slims bedenk, zodat ik me ook mijn data niet alleen beschikbaar maak voor een beoordeling, maar ook alvast rekening hou met mijn ontwerp. Dus ben je veel meer integraler aan het denken, veel kritischer aan het kijken. Niet alleen vanuit je product of vanuit je taak, maar ook naar de brede waarde eigenlijk van je. Dat is een beetje hoe wij deze piramide hebben vertaald in een framework. En dan geef ik het woord verder aan Caroline. Onze framework bestond oorspronkelijk uit drie onderdelen: informatiekwaliteit, rationeel afwegen en informatie gebruiken. Maar tegenwoordig, na de laatste aanpassingen en reviews, is rationeel afwegen eigenlijk onderdeel geworden van informatiekwaliteit. En in informatiekwaliteit en informatie gebruiken, wij hebben onze framework bedacht en gebaseerd op een sterrensysteem. Er worden in geval van informatiekwaliteit sterren toegekend aan dijkvakken. En met behulp van aantal sterren wordt kwaliteit van dijkeninformatie beoordeeld. Hoe meer sterren, hoe beter informatiekwaliteit. Dus 1 ster, heel slechte kwaliteit, en 5 sterren, de beste. En in geval van informatie gebruiken, worden dan sterren toegekend aan organisaties. En het gaat om hoe informatie binnen de organisatie op welke manier gebruikt wordt. Maar tijdens deze workshop wil ik alleen informatiekwaliteit behandelen. Dus de definities van de sterren is eigenlijk 1 ster indien de data, dijkeninformatie, bevat tegenstrijdige data of is gebaseerd alleen op 1 databron. 2 sterren definiëren wij indien meerdere bevestigende databronnen beschikbaar zijn. 3 sterren indien gevoeligheden in kritieke mechanismen en kritieke parameters in kaart zijn gebracht. 4 sterren definiëren wij als inzicht op orde, waar er geen kritieke onzekerheden meer aanwezig zijn. En 5 sterren betekent eigenlijk optimaal inzicht in de dijkinformatie. En in geval van 5 sterren wordt die rationeel afwegingscriterium toegepast. Ja? Het zijn een soort van kwaliteitslabels, hè, op data. Je hebt over data begonnen, maar wordt het niet op het object zelf toegekend? En dat je daarna een aantal objecten samenvoegt tot een bepaalde bron en zegt van nou, dit krijgt dan 1 of 2 sterren. Want ik vind het een beetje moeilijk om op een bron een 1 of 2 sterren toe te kennen. Want die kun je weer ontleden in een aantal objecten. Maar begint dit ook bij de objecten? Wat bedoelt u door objecten? Ja, neem, ja, het is,
dan snap ik het niet helemaal goed. Het gaat over een databron. Dus wat is een databron? Bijvoorbeeld alle coupures of zo, ik noem maar iets. Databron kan bijvoorbeeld een set van sonderingen zijn. Ja, een set van. Ja. Maar is het dan het gewogen gemiddelde of zo, wat de sterren bepaalt? Nee, data is nog geen bewerkte informatie. Dus eigenlijk, het is die... rauwe data zou ik zeggen, op dat moment nog, bij één ster. Ja, bij één ster, maar ik gaat het ook nog niet helemaal goed. Laten we even de presentatie afwachten, want een aantal sheets verder wordt er weer iets meer inzicht gegeven. En bij de cases kunnen we nog even dieper ingaan op het framework. Hopelijk wordt het al duidelijk. Bij die framework... of bij overstappen van aantal sterren naar hoger worden bepaalde handelingen gekoppeld. Dus om van 1 naar 2 sterren te overstappen is een validatie nodig. Om van 2 naar 3 sterren te gaan is een gevoeligheidsanalyse noodzakelijk. Van 3 naar 4 sterren is eigenlijk zorgen dat die onzekerheden voldoende klein zijn. En van 4 naar 5 sterren is een kosten-baten-afweging, dus een rationeel afwegingscriterium. En eigenlijk wat wij ook de voorwaarde is dat bij elke wijziging van data of bij toevoegen van nieuwe data moet die scorenlijst opnieuw doorgelopen worden. De gevoeligheidsanalyse die wordt uitgevoerd bij 3 sterren, die geeft inzicht in kritieke valmechanismen. En ook in die geeft inzicht in mate van onzekerheid en ook inzicht in kritieke parameters binnen die faalmechanismen. En als de onzekerheden zodanig groot zijn dat verschillende besluiten kunnen genomen worden op basis van die onzekerheid. Dat betekent dat eigenlijk de inzicht in de dijken informatie nog onvoldoende is en dat er nieuwe informatie verkregen moet worden. Dus indien die onzekerheden voldoende klein zijn, en voldoende klein betekent ik kan gevalideerde en onderbouwde besluiten nemen, dan is het eigenlijk al stap naar 4 sterren gemaakt. Indien die onzekerheden heel groot zijn en er wordt besloten om die onzekerheden te verkleinen door middel van bijvoorbeeld nieuwe informatie inwinnen, dan komt een nieuwe informatie in het proces en eigenlijk die lijst moet weer doorgelopen worden. Dus er moet weer gekeken worden of is die informatie gevalideerd. Klopt het met mijn beeld? Dus zo gebeurt het. En in geval van 4 sterren wordt die kosten-baten-analyse uitgevoerd. Dat is niet noodzakelijk, alleen van 4 sterren is het mogelijk om naar 5 sterren te gaan. En dat gebeurt door middel van kosten-baten-analyse. Indien een beheerder overweegt om nieuwe informatie in te winnen. Inwinnen van nieuwe informatie kost altijd geld en levert bepaalde baten op. En die baten kunnen bijvoorbeeld lagere dijkversterkingskosten zijn. En de vraag is of het inwinnen van nieuwe informatie altijd kosteneffectief is. Zijn de baten hoger dan de kosten? Indien die baten hoger zijn dan de kosten, dat zou betekenen, ja, ik ga mijn nieuwe informatie wel inwinnen. En indien niet, dan op basis van economische afweging is het besluit, ja, ik ga niks doen. En indien het wordt besloten op basis van de kosten-baten-analyse om de nieuwe informatie in te winnen. Er komt weer een nieuwe informatie in het systeem. Er wordt opnieuw die scorenlijst doorgelopen. We geven ook een paar voorbeelden
Wij denken die aantal sterren kunnen goed voorbeelden die aantal sterren kunnen uitleggen. Dus bijvoorbeeld, wij dachten zelf dat Ommelander Zeedijk van 5 jaar geleden, dat is een voorbeeld van 1 ster. Toen was die kering afgekeurd en in het algemeen was er waren grote onzekerheden over die kering. En daarna was een grote meetcampagne op de kering uitgevoerd. En die meetcampagne geeft inzicht dat eigenlijk die, die mechanisme die oorspronkelijk goedgekeurd was, die eigenlijk na die meetcampagne reden is om die dijk af te keuren. En dat is, dus wij zeggen dat na de grote meetcampagne, dat is eigenlijk 5 sterren. Die framework helpt beheerders om van data naar optimaal inzicht te komen. En dat zijn de handelingen die verbonden zijn aan het framework. Dus van 1 naar 2 sterren te gaan, daar is de validatie nodig. Om van 2 naar 3 sterren te gaan, wordt de gevoeligheidsanalyse uitgevoerd en kritische onzekerheden worden in kaart gebracht. Van 3 naar 4 is de inzicht op orde. En van 4 naar 5 is die meest economisch meest voordelig inzicht. Wat wij ook willen benadrukken is dat het framework zegt niks over veiligheid van een dijkvak. Het geeft alleen informatie over hoe goed die dijkeninformatie is. En geeft inzicht in hoeveel keringbeheerder inzicht in gedrag van de dijk heeft. Die framework kan op, door verschillende partijen gebruikt worden en door bestuurders bij het bepalen of die organisatie in controle is. Bij keringbeheerders om onzekerheden rondom inzicht in dijksterkte in kaart te brengen. Of adviesbureaus en technisch managers als handvat bij beoordelen van analyses. Toepassen van het framework, dat is een dynamisch proces en afhankelijk van een fase waarin, of een beslisprobleem waarin die op dit moment relevant is, is het mogelijk om van 1 naar 2 of van 5 naar 1 of van 1 naar 4 sterren te gaan. En ik denk dat dat duidelijker wordt aan de hand van cases die wij willen beschouwen. Van 5 naar 1, als er als er bijvoorbeeld van 5 sterren en er wordt besloten om, om nieuwe informatie in te winnen. En die nieuwe informatie is ingewonnen en het bleek dat er zijn nog onzekerheden in een van belangrijke onderdelen van de dijk. We hebben zo'n voorbeeld straks. Eenvoudig heb je keurige data op niveau 5, zeg maar. En dan maak je een stapje, want je wil op een facet toch gedetailleerd gaan toetsen. En dan blijkt dat je al je data eigenlijk nog heel veel aanvulling nodig hebt. Dus bijvoorbeeld, ja. Een ander voorbeeld is ook, je weet nooit wat je niet weet. Hè? Je hebt wel de unknown unknowns, om het zo maar te zeggen. Dus als opeens blijkt dat er in jouw dijk nog een oud kunstwerk zit wat je nergens terecht kwam, dan dacht je misschien hè, dat je heel integer op 5 sterren, 5 sterren is dan lastig te bereiken, stel 4 sterren zat, hè, dus dat je onzekerheden voldoende klein zijn,
En dan kom je erachter door ofwel een hoog water, ofwel bij een vergunningverlening trekken ze een kabel en dan blijkt er iets te zitten. Ja, dan heb je toch iets nieuws over je dijk. Dus dan kun je opeens weer naar één ster gaan. Want dan blijkt misschien dat je je data niet op orde hebt of dat je meer inzicht nodig hebt. En daarom zit er ook die flexibiliteit eigenlijk in het systeem. Hoe verhoudt zich dit tot van slot van fijn toetsen? Ik kan me voorstellen dat we met datakwaliteit 1 gewoon kunnen gaan toetsen. En op een hele grove manier toetsen. En als we op de grove manier erdoor komen of er een dik niet bij komen, dan zeg ik, dan heb ik aan een dataniveau met een kwaliteit van 1 heb ik eigenlijk genoeg. Maar Nee, het kan zijn dat dus eigenlijk 1 stel betekent heel lage kwaliteit en ongevalideerde data. Dat zou betekenen omdat die toetsing op twee stellen van. Dus je hebt, wat ik eigenlijk zeg, je hebt geen kwaliteit 2, 3, 4 of 5 nodig om te kunnen toetsen. En dat is puur afhankelijk van de uitkomsten van je toets. Heeft te maken met grof en fijn. Hoe fijner je toetsen moet zijn, hoe hoger je kwaliteit van je data moet zijn. Het is afhankelijk van je beslisproblemen. Ja. Dus als jij zegt van ik wil mijn invoer in mijn beoordeling, in mijn toetsporen doen, ja, dan moet je minstens gevalideerde data gaan gebruiken. En in wezen, wat je doet tijdens je beoordeling is volgens mij een gevoeligheidsanalyse. Dus onderzoeken waar je kritisch dus aan het eind zit je dan, heb je op 3 sterren zit je dan, na een macro-stabiliteitsschok bijvoorbeeld. Mits je data die je gebruikt gevalideerd is. Nee, maar als ik op default parameters mijn toetsing uit kunt voeren en dat is goed, dan zit ik misschien op een dataniveau kwaliteit van 2. Is dat goed, dan is dat goed genoeg voor dat moment. En dan hoef ik geen extra inspanning te leveren om mijn data naar een hoger niveau te brengen. Nou, wat dan wel spannend is kun je ervan uitgaan dat het de aangeleverde defaults en de ondergrondschematisatie, dat die al gevalideerd genoeg is? Of die dat representatief is voor, ja, waarschijnlijk niet. Maar dan zeg je eigenlijk van ja, hoezo de hele aanpak die we nu aanvliegen met deze beoordelingsronde, met conservatieve parameters. En maar dat wordt wel gezegd. Dat is eigenlijk onzinnig, want je moet dat sowieso altijd valideren en controleren. Maar hoe weet jij wat conservatief is? Omdat dat meegegeven wordt door onze mensen van de Rijkswaterstaat en notaris. Dit is een conservatieve aanname. Daar kunt u veilig mee rekenen, beste waterschappen. Dus dan heb je gevalideerde data, volgens mij. Waaruit jij zeg je van, nou, deze bron vind ik voldoende gevalideerd, die er zo vaak gecheckt is, dat ik hem ga gebruiken voor mijn systeem. Nou, de IoT vraagt wel, als jij je default aanhoudt om aan te geven in je logboek waarom je misschien in een algemeen deel, waarom je dat doet. Waarom hanteer je defaults terwijl je misschien meer weet uit je omgevings- en beheerskennis? Jij moet ook aantonen op het moment dat ik met mijn defaults en mijn conservatieve waardes kan aantonen dat mijn dijk ruim aan de norm voldoet, dan ben ik klaar. Dan hoef ik niet aan te tonen, als die niet er doorheen komt, dan moet ik gaan aantonen van moet ik die defaults niet aanscherpen. En Volgens mij moet je ook aantonen dat je gewoon in het begin van je toetsing moet je aangeven van ik kies ervoor om te beginnen met defaults, want dat is een solide start. Volgens mij moet je ook keuzes voor defaults expliciet maken. Ja, dan is het een vrij simpele ding van maar dat is je eerste validatie. Het is ook niet gezegd dat je in dit systeem hele boekwerken vol moet schrijven over de scores. Hè? We hebben wel gezegd, je kan eigenlijk, zou je bijna op een bierveeltje 4 scores, 4 sterren kunnen scoren, als je het gewoon goed in beeld hebt. Als je weet, van, nou, voor dit beslisprobleem is dit mijn data die ik heb gebruikt. Ik heb die op deze manier gevalideerd, dus voldoet aan allerlei metadata. Ik weet precies waar het vandaan komt, ik vertrouw die data. Ik heb een gevoeligheidsanalyse gedaan, hè, bijvoorbeeld
Dus ik weet waar zit in mijn systeem de kritische plekken, welke, wat zijn mijn kritische faalmechanismen, welke parameters zijn met name kritisch in mijn gebied. En ik heb aangetoond dat die voldoende klein zijn hier en hier. Dus dat mijn besluit, dus als je onzekerheid zo groot is dat je besluit potentieel anders zou zijn, dan zit je nog niet op, op 4 sterren. Maar ik heb nog wat extra ingebonden, of uit mijn gevoeligheidsanalyse kwam dat ik eigenlijk alle kritische punten perfect in orde heb, dan heb je al 4 sterren. En dus je moet goed kijken, denk ik, naar wat is het beslisprobleem. En vanuit het beslisprobleem beredeneren hoeveel sterren heb ik. En één beslisprobleem is dus een beoordeling, dus dan gaat het meer over beoordelingsresultaat. Dus dat kan je, als je stopt bij je eenvoudige toets, dan ga je daarover je sterren doen, maar heb je tijdens het systeem bedacht dat je ook weer gerelateerd is over toets, dan heb je je sterren pas veel later bepaald. Maar een beslisprobleem is ook een vergunning verlenen, van ga ik deze vergunning wel of niet verlenen? Heb ik daar ook voldoende informatiekwaliteit? En tenslotte is een hele generieke beslisprobleem in feite van, ben ik aantoonbaar in controle, ja of nee? Nou, heb je dan aan 3 sterren voldoende? Dus dan weet je welke kritische informatie je niet weet, terwijl je keuzes maakt. Of zeg je, nou eigenlijk is 4 sterren, maar dan heb ik al mijn onzekerheden voldoende klein gemaakt, zodat ik zeker weet dat de besluiten die ik neem, dat die niet meer afwijken bij het extra inwinnen van data. Dus zo werkt het framework. Ik zou eigenlijk willen dat we naar de cases gaan, of wil je nog iets toevoegen? Nee, dat was... Heb ik nog een prangende vraag vooraf? Even van, zullen we het gewoon eens doen?